Op 12 november zit schepenvoorlokette Lisbeth Homans samen met de vakbonden op de overlegtafel de nieuwe openingsuren van de stadsloketten. Meteen tijd voor actie die dag. Om dat overleg wat kracht bij te zetten en om er wat druk op uit te oefenen, hebben we afgesproken met onze mensen dat er een werkonderbreking plaats zal hebben die een dag tijdens het overleg. En dus dat zal betekenen dat alle loketten gesloten zullen zijn. En afhankelijk van het resultaat van dat overleg zou dat wel eens enkel de start kunnen zijn van nog meer werkonderbrekingen en nog meer sluitingsdagen, stakingsdagen. De districtshuizen krijgen nieuwe openingsuren en volgens de vakbonden gaat het om deze uren. Maandag gesloten, twee avondopeningen tot 18 uur en 1 tot 20 uur. Om de twee weken een zaterdagopening. Eigenlijk betekent dat die mensen buiten de vrijdag geen ene dag op een normaal uur thuis zijn. Dit is ondraaglijk voor privéleven, voor sociaal leven. Ze hebben moeten inleveren door de jaren heen op de arbeidsvoorwaarden. De werkdruk is immens toegenomen. De complexiteit van het dossier is ook toegenomen. Voeg dat allemaal bijeen. En ja, natuurlijk, elke druppel die erbij komt, is er één te veel. Want er staat ook niks tegenover. Er is ook ongerustheid over het e-loket en de verplichte afspraak die mensen moeten maken als ze in sommige districtshuizen terecht willen. Er loopt nu al een en ander mis met het maken van afspraken. Mensen die een afspraak maken, die niet naar die afspraak komen, op een andere dag komen, dan vaststellen van, ja, ik kan hier niet bediend worden, want het moet op afspraak. We worden teruggestuurd, nieuwe afspraak maken. Het e-loket ook. Ja, men komt af met statistieken waar meer dan de helft in de stad beschikt over een pc. Dat kan allemaal wel waar zijn, maar tussen het beschikken over een pc en dat ook kan gebruiken om papieren en zo op te vragen, dat is een hemelsbreed verschil. Pas na de actie van 12 november beraadt de vakbond zich over verdere acties.